Het is zaterdag en ik ben lekker vrij. Ik heb zomaar met Hinne en Kim afgesproken en ik heb vanavond nog een feestje. En ik heb weer een heel leuk pakketje binnengekregen dat ik zo ga uitpakken. En verder gaat het geloof ik wel oké. Ik ben inmiddels een klein beetje vergeten hoe het ook weer voelt om gezond te zijn. Dus ik voel me niet zo slecht als in december. En dat is denk ik al verbetering. Er waren twee hele leuke dingen deze week. Kinderen voor Kinderen heeft weer een Platina Award gekregen voor de nieuwe cd. En ik dus ook, omdat ik er aan heb meegewerkt. Vooral aan het verkopen van zoveel cd's. En dan zit ik te denken, moet ik deze nou ook weer opgehangen? Ik werk nu bijna 5 jaar bij Kinderen voor Kinderen, dus dit is ook mijn 5e award en mijn muur begint een beetje vol te raken. Eigenlijk vind ik het wel een goed moment om ze misschien allemaal weg te halen, want echt heel mooi zijn ze niet. En iets heel grappigs waar ik deze week achter kwam, is dat mijn vlogs over Suriname op de Surinaamse tv zijn. En niet 1 of 2 keer, maar echt meerdere keren per week. En ik weet niet precies welke vlog en of het dan die lange versie is of de korte versies. Maar ik kreeg een paar keer een berichtje van mensen uit Suriname van hé, we zien je op tv. Dat had ik op mijn Facebookpagina gezet. Als je het ziet, maak even een foto of een filmpje. Dus vervolgens kreeg ik allemaal foto's en filmpjes van mensen die gewoon in hun huiskamer naar mijn vlog zaten te kijken. Omdat ze toevallig er langs kwamen bij het zappen. Ik heb echt mijn best gedaan om te achterhalen welke zender het dan was en van wie die zender dan was. Maar dat weten mensen daar ook niet. Dat is schijnbaar een soort piratenzender die heel veel YouTube uitzendt. Ik had het natuurlijk wel aardig gevonden als ze even om toestemming hadden gevraagd. Maar ik vind het eigenlijk gewoon wel heel vet dat het daar gewoon op tv is. En nu, koffie! Als je mij volgt op Twitter, dan weet je al wat er in het spannende pakketje zit. Ik kreeg namelijk allemaal verontruste reacties van mensen toen ik zei dat ik mijn drone ging verkopen. Maar dat deed ik natuurlijk niet zonder dat ik een nieuwe drone weer zou kopen. Ik had de DJI Mavic Pro en die was voor een drone heel klein, heel handig, heel goed. Maar nu heeft DJI de DJI Mavic Air. En die is nog veel kleiner en qua kwaliteit even goed of zelfs beter. Wow. En hij is ook een stuk, ja, hoe zeg je dat, robuuster. En ik merkte toch met die Mavic dat hij wel klein genoeg was om in mijn rugzak te passen. Maar ik hem toch af en toe thuis liet omdat ik dacht, ja, straks gaat hij stuk. En dan kwam je ergens en dacht je, fuck, hier had ik lekker kunnen dronen. En deze is zo klein dat hij gewoon in je zak past. Dus het is echt geen enkel excuus om deze niet altijd bij te hebben. Hij is er in 3 kleuren, rood, wit en zwart. En het grappige is, ik heb zo lang getwijfeld over welke kleur ik zou nemen, dat ik nu dus niet meer weet welke ik heb gekocht. Maar aan het puntje te zien, toch de zwarte. Ik dacht namelijk, als je hem kwijt zou raken in het bos, is die rode heel handig, of die witte. Maar in de lucht is zwart veel handiger. En als het goed is, is hij toch meestal in de lucht. Dit is hem al. Hier zit hij gewoon in, hè. En dit super compacte. Niet normaal. Is toch absurd? Hij is letterlijk even groot als mijn telefoon. Wel ietsje dikker. Propeller guards, oplader, snoertjes, reservepropellers, snoertjes. That's it. Ik ga gelijk de batterij opladen. Misschien dat Hinne en Kim zo wel zin hebben om even een stukje te vliegen. Als ik ga piano spelen of zingen, dan vlucht Kai snel naar de slaapkamer. Daar hou je niet van, hè? Het slechtste nieuws van deze week is trouwens dat ik verzeild raakte in een soort discussie over Friends. Hoe racistisch of homofoob dat wel niet is in retrospect. En eigenlijk de enige oplossing was om dan maar weer te gaan kijken. En inmiddels zit ik op aflevering 14 van seizoen 2. En is het heel moeilijk om te stoppen. En er zitten inderdaad wel wat foute grappen in. Maar eigenlijk vind ik het nog wel meevallen voor een serie uit 1994. Het is nog steeds wel echt heel grappig. Hi. Hi. Hoe gaat het? Goed. Ja? Ook wel. Hoe gaat het met jou? Goed. Oh, mooi. Waar zijn we? Baak. Baak. Wat is het? Een restaurant. Is het
er wel goed uit. We zitten alleen maar koffie te drinken. Ja. En jij krijgt een hartje, Kim. Zou dat betekenen? Ja, de vorige keer ook al. De chef. Ai, 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 ai. En hoe is dit? Oh. We wilden een donut gaan halen bij onze nieuwe Dunkin' Donuts hier in Hilversum. Maar er staat echt een belachelijke rij. Zo lekker zijn ze ook weer niet. Sneeuw? What the fuck? Ik ben in Amsterdam, het was super gezellig met Kim en Hinne. We waren wat gaan drinken bij Mout, wat gaan eten bij Bakkerij Roos. En natuurlijk bij die nieuwe tent, Baak. Leuk, ik ben benieuwd naar het eten, we hebben alleen maar cappuccino gedronken. En nu ga ik naar de verjaardag van Mickey, mijn collega van BNNVARA. Ik kan alleen niet zo lang blijven, want ik moet morgen weer best wel vroeg werken. Hey Mickey. Hoi. Gefeliciteerd, hè? Dankjewel. Hoe voelt het, 31? Hetzelfde als 30? Nee, nu begint het echt. Ja, maar ik ben het pas echt net een uur. Oh ja. Dus ik weet het niet. Oh ja. Over een week of zo. Oké. Okay. Ja? Ja. Mooi. Mickey's feestje was echt heel gezellig. Ik had heel graag nog langer willen blijven, maar... Ik moet morgen om 8:30 weer in Amsterdam zijn voor de audities van Kinderen voor Kinderen. En dan moet ik ook in beeld, dus moet ik nog een beetje slapen om er wat fatsoenlijk uit te zien. Ik zou je de terugreis besparen, dus het volgende shot is dikke Kai. Hey poesje. Ik was op dat feestje van Mickey en ik was voor het eerst bij hem thuis. En ik zei, ik had helemaal niet verwacht dat jij in zo'n huis woonde. En toen vroeg ik van, ja, wat voor huis denk je dat ik dan woon? Maar hij kent mijn huis natuurlijk uit de vlogs. En toen zei iemand anders, Joriaan, ex-stagiair van BNNVARA. Ja, van jouw huis kan ik echt een platte grond tekenen. Omdat hij zoveel vlogs heeft gekeken, wat op zich natuurlijk heel cool is. Maar ook alweer een beetje creepy. Bedankt voor het kijken en abonneer even als je nog niet geabonneerd bent. Want dan maak je mij heel blij mee en voor jezelf is het heel handig. Tot de volgende keer. Focus anders eventjes.